trainer, ik kwam hier aan en ja, het is een drukte van belang. Sjaals zijn er gedrukt, lampen worden omgedraaid. Het is wel duidelijk dat er echt een potje aan zit te komen. Hè? Nou ja, ik heb hetzelfde gevoel. Hè. Zaterdag moest natuurlijk gewoon competitie, maar ik kom nu aan en het voelt al heel anders. En op maandag is het normaal vrij rustig, maar daar staat de cameraploeg hier. Twee keer door Fox gebeld, dus het begint echt te leven, dat is duidelijk. Ja, merk je dat ook bij je spelersgroep? Nou, die heb ik net heel even kort gesproken, dus ik ga ze zo direct op het veld weer zien. Eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, zijn ze vrij nuchter. Na de wedstrijd van zaterdag heb ik daar niks van gemerkt. En na afloop was het wel lekker, hè. We wonnen natuurlijk. En toen is wel meteen, daar komt het woord PEC natuurlijk wel naar voren toe. Wat heb jij eigenlijk met PEC Zwolle? Heel eerlijk gezegd niks. Dus heel veel mensen hier wel, hè? Nou ja, kijk, ik kom natuurlijk zelf uit Arnhem. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik zat natuurlijk de loting live te kijken. Ja, dat zal wel. We waren de ene laatste. Dus toen was ik al blij. Ik denk, dan spelen we thuis. Maar ik had geen enkel idee tegen wie dat dan moest zijn. En toen zeiden ze PEC Zwolle. Ja, toen dacht ik wel, beter kan je niet hebben natuurlijk. Als je zelf, 15, 20 kilometer van. Ja, toen dacht ik echt van, dat is echt fantastisch. Dat ze daar tegen loten. Sommige jongens hebben natuurlijk nog een verleden bij PEC. Dus fantastisch denk ik voor ze. Er komen hier 3.500 man. Het kan echt gaan spoken. Is dat misschien ook een beetje gevaar voor jouw ploeg? Want dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Dat zijn ze niet gewend. En het gevaar, in welk opzicht bedoel je dat we onszelf erbij... Spanning? Ja, maar ik denk dat die spanning sowieso wel aanwezig is natuurlijk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je het eerste kwartier goed doorkomt. Maar dat je ook het gevoel hebt dat je zelf wel wat mee kan voetballen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ken de jongens niet goed genoeg. Hè. Ik ben hier net een paar maandjes. Ik weet niet hoe ze daar zelf in zitten. Maar tot nu toe denk ik dat het allemaal wel meevalt. Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Sturen jullie scouts naar PEC Zwolle de afgelopen wedstrijd bijvoorbeeld tegen Emmen om even te kijken hoe het gaat? Dat is de trainer zelf dan. Hè. Dus... Ja, je bent geweest? Ja, ik heb ze de laatste drie wedstrijden bekeken. Alle drie? Alle drie. Groningen hier tegen Vitesse dan. Het geeft wel aan dat je het serieus neemt. Ja, natuurlijk. Nee, maar goed. Kijk, laten we eerlijk zijn. Kijk, als je het allemaal naast elkaar zet. Ze hebben natuurlijk op zich op elke plek een betere speler. We gaan wel proberen daar zoiets tegenover te zetten. Dat we toch die paar kansjes die je elke wedstrijd krijgt te benutten. Het belangrijkste vind ik wel dat we er ook voor het publiek echt een leuke wedstrijd van kunnen maken. Dat schiet ook niet op als het meteen 0-4 is of zo. Weet je wel. Dus daar zullen we ook wel weer verwaken. Maar aan de andere kant moeten we wel proberen een beetje mee te voetballen. Zodat we dan dat het publiek in ieder geval achteraf ook kan zeggen van we hebben in ieder geval iets gezien van jullie. Ja. Kan dat, meevoetballen tegen PEC? Zeker niet. Ik hoop wel in kleine gedeeltes van wedstrijden dat kan. Moet je niet gewoon een muur bouwen achterin? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet het gevoel dat we daar nou zo heel erg goed in zijn. Dat we wat verder terug moeten dan normaal, dat lijkt me hartstikke duidelijk. Maar uiteindelijk, als je dan zelf de bal hebt, moet je zelf ook wat gaan doen. Want anders dan is het alleen maar wegschieten en maar afwachten en noem maar op. Dat zou een fase best kunnen gebeuren, maar dit hoop ik niet. Want ik vind dat we wel een wedstrijd van moeten proberen te maken. En dan zelf ook aan de bal wel wat kunnen laten zien. Ja. Het geloof is er in een resultaat? Je moet heel reëel zijn. Hè. Ik denk als je 10 keer speelt, dan... Ik sprak wat supporters, die geloven er gewoon in, hoor. Ja, die zeggen, als we PEC Zwolle een keer kunnen pakken, is het nu. Ja, fantastisch. Die beleving hier geloof ik ook wel. Dat verwachtingspatroon geloof ik ook wel. En ik denk dat het ook goed is. En zo moeten we er ook in gaan, hoor. Dat is het niet. Maar uiteindelijk gaat het dan toch om die paar momenten in die wedstrijd die wij absoluut kunnen krijgen. Die moet je dan ook benutten. En elk jaar is er ergens een verrassing. Dus waarom zou het niet hier kunnen zijn, natuurlijk. Ja. Gaan jullie nog op strafschoppen trainen? Eerlijk gezegd hebben we dat in die andere wedstrijd ook niet gedaan. Dus ik ben bang dat we dat ook niet gaan doen, eerlijk gezegd. En ik moet heel eerlijk zeggen, want dat zei ik wel tegen de jongens toen. Want we hebben hier een soort toptoernooi van tevoren. Nou, dus schoten we de een naar de andere mis. En toen zeiden ze, trainer, maak je niet druk. Als het er echt om gaat, schieten we ze allemaal binnen. Dus daar hou ik me dan maar aan vast.